pronostiekje? Wat is pronostiekje? Zeg hoeveel doelpunten dat er gemaakt wordt. Hoeveel gaat het zijn? Eens een keer. Dat club gaat winnen. Maar hoeveel? Met 4-0. 4-0? Ambitieus. Tegen derde. Ik ben wel content met 1-0 of 2-0. 2-0, onder 2-0 dan maar. Mona gaat voor. 2-0? 2-0. 2-0. Zo wijn. Helemaal ja. De zoon filmt, ik ga naar Gerdon. Niks, mannen, dus de plaats, hè? Ja. Oké, goed, we zijn weg. Trompetisten in het vak die hem al aan het opwarmen is. Waar? Hoor een beetje verder voor straks een liedje ten berde te brengen. Ik zie curieus. Ja, zwart. Alle de blauw, alle de blauw, alle voor blauw en zwart. Ben je klaar, Lex? Er gebeurt iets. Nope, er gebeurt saai? Nee. De eerste 2 minuten waren de beste met doelpunt, maar voor de rest ja, niet zo heel veel, hè? Dit is saai. Heb je honger? Ja. Heb je dorst? Ja. Moet je koekje? Ja. Moet je sapje hebben? Ja. Allee. Oh my god. Soms dat je als abonnee niet kan opdagen van een match. Heb ik dat doen? Je geeft je kaart aan Club Brugge vrienden. Nee, had er niemand gaan halen. Of jij wil. Of jij geen vrienden. Nee. Toen raad de club aan dat je kaart gewoon terugverkoopt aan de club voor een klein bedrag. Dat er toen andere mensen kunnen halen. En vandaag, kijk voor ons, dat is een perfect voorbeeld. Normaal zijn er hier andere mensen. En aangezien als een discipline gaat en voor de kaarten terug te verkopen aan de club, zijn er nu mensen die anders niet zo kunnen komen, die nu deze match kunnen meemaken. En gewoon Club Brugge en hun app promoten. Vanaf volgend seizoen is dat met 1 druk op de knop, direct zit je verkocht. En instant je geld in je online portemonnee. Aanrader. Iedere keer ik kom, Gino, zonder uitzondering, hè, zijn er altijd drankjes. Dank u wel, Gino. Oh, merci, hè. Merci, hè. 3-0. Ja, schoon hè. Op 7-0 is het fantastisch. We blijven lachen met Karel. Ik had nog een keer herhalen. Op 7, jij was 2 jaar geleden in de playoffs. Het er wel DJ-setje geweest. De Lubfeesten. En aan Karel, het daast. Eventjes uit de comfortzone. Niet erg, hè? En dat is ook het enigste dat we met Karel mee kunnen lachen. Hè? Voor de rest is het onbesproken.